De serie Flikken Maastricht heeft een opvallende aflevering met de titel Juice. In deze aflevering wordt de Juice-koningin, die veel roddels verspreidt over bekende Nederlanders, op brute wijze om het leven gebracht. Is dit een wraakactie van Victor Reinier, die medebedenker is van de serie en zelf vaak het onderwerp is van Juice-kanalen? Victor Reinier heeft een reputatie als een notoire vreemdganger. Volgens het Juice-kanaal op Instagram heeft zijn vrouw ermee ontdekt dat hij jarenlang een geheime relatie had met een schrijfster uit Limburg. De schrijfster scheidde van haar man en verhuisde naar Amsterdam voor Victor, in de hoop op een toekomst samen. Ze hadden zelfs plannen om kinderen te krijgen. Maar Victor zou niet alleen ontrouw zijn, maar ook een ander probleem hebben. Hij zou namelijk verslaafd zijn aan cocaïne en daarover liegen tegen de vrouwen in zijn leven. Victor heeft zelf ooit toegegeven dat hij wel eens vreemd gaat. Hij zei in een interview met Veronica Superguide dat het hem overkomt en dat hij er soms spijt van heeft of juist gelukkig van wordt. Hij zei ook dat mensen niet gemaakt zijn voor monogamie en dat meer dan de helft van de mensen wel eens vreemd gaat. Is het toeval dat de Juice-koningin, die al deze juice over Victor naar buiten heeft gebracht, vermoord wordt in een aflevering die hij mede heeft bedacht? Of is het een subtiele manier om zijn ongenoegen te uiten over de Juice-kanalen die zijn privéleven op straat gooien? Kijk naar de aflevering Juice van Flikken Maastricht en oordeel zelf.